punten. Sophie Postma met bluff van Ultim Desperaar. Ze rijdt voor Boeienkamp. Dus de eerste plaats voor Sophie en de tweede plaats voor Trientje. En het tweede parcours is ook gewonnen door Trientje. Ja, een ereronde. We moeten het doen met de muziek, want we hebben geen ereronde muziek. Dan gaan we nu echt naar Sophie Post gaan kijken met Luc. Op dit moment aan de leiding in de klasse L. Gaan we kijken naar de rest van het eerste parcours, Sophie Postma. En een tweede plaats voor Adnan Al-Gharib.
eerste koers, nummer 37, Sophie Posma en Bluff. Ze zijn aangesloten bij de rijvereniging Hoedenkamp. We kijken dames en heren naar het klassiek springparcours voor de klasse L. En deze rubriek wordt u aangeboden door Olympia Uitzendbureau. We hebben geweld voor de start van nummer 6, Sophie Posma van Hippie Centrum Boeienkamp met haar paard Bluff. Is de welkomsttijd. Parcours is foutloos afgelegd, dus binnen de tijd. En dat betekent de tweede combinatie die gaat starten met de bagage. Sabine Eefding met... Ja, dat is natuurlijk bijzonder spijtig. De laatste hindernis in de barrage, daar viel de bal 4 strafpunten. En de tijd in de barrage is 45-72. Sophie Posma. Yeah, yeah.